Paul, welkom. Ja, dankjewel Hans. Fijn dat jij hier met ons de spits af wilt bijtreden naar 2014. Ik moet zeggen dat ik de laatste periode nogal wat partijen voorbij heb zien komen. Allerlei campagnes. Hadden jullie jullie campagne op een speciale manier ingestoken? Ja, op zich wel Hans. Ik denk dat wij vanaf eigenlijk een aftrap in september al gedaan hebben met de braderie. En daar hebben we ook hele leuke reacties gehad van de mensen. Dus daar hadden we al een goed gevoel bij. En vervolgens, en ik wil ook hier meteen zeggen, namens al die mensen van Algemeen Belang, en er zijn er echt heel veel, en ook eromheen, die geweldig hebben bijgedragen aan een fanatieke campagne te voeren, een duidelijke campagne, maar zeker ook gezien terug op het beleid wat we de laatste 4 jaar hebben gevoerd. Er stond ook in de krant, rustig in Asten, en we willen zeker de komende 4 jaar weer rustig houden. Dus ik denk dat daar onze mensen op beloond hebben, maar ik zeg er eerlijk bij, ik ken nog geen uitslag. Die gaat komen, heel ons geduld wordt in hoge mate op de proef gesteld. Maar jullie zijn bewust al zo vroeg begonnen met die campagne? Ja, daar zijn we bewust vroeg mee begonnen om toch in fases, stapsgewijs, mensen het rustig te vertellen. Waar hebben we voor gestaan, wat willen we bereiken en wat willen we zeker de komende jaren gaan bereiken. En nogmaals, zonder die mensen had nooit gelukt, want er is zoveel tijd en energie ingestoken. Persoonlijk, gezamenlijk, van plakwerk tot folderwerk tot, ja, verzin ik maar allemaal, een goede marketing ondersteuning gehad. Ja, ik denk dat ze vrucht af hebben geworden, Hans, maar nogmaals, vertel mij wat we gemaakt hebben, ik weet het niet. Ik heb in ieder geval wel gezien in het Eindhovens Dagblad, Paul, alle partijen met PGA, PvdA uitgezonderd, die hebben de prognose dat ze zelf allemaal met 1 zetel plussen. Dus ik heb Hubert Vos al aangegeven dat we er 6 bij moeten maken. Dan is iedereen, als de prognose uitkomt, ook weer geholpen. Maar jullie hebben ook gezegd van +1. Is er ergens op gebaseerd, Paul? Nee, we hebben eigenlijk niks gezegd. We hebben gewoon gezegd, we zien waar we terechtkomen. We zijn blij met hetgeen wat we hebben. En we wisten dat we het, denk ik, mag ik wel zeggen, best aardig gedaan hebben. Maar het kan altijd beter en dat weten we in de politiek. Maar we gingen ervoor om gewoon misschien de 4e zetel te halen. Maar van tevoren roepen en al die flauwekul, daar hebben wij als Algemeen Belang niks aan, dat zullen we ook nooit doen. En ik denk, en we denken ook aan de ondernemerslasten, want ik mag geen naam noemen, maar er kwam toevallig iemand langs. Ik zei, mag ik u een fles Jules Rans aanbieden? Och, zegt ze, die fles hebben wij ook. Die Jules Rans, ja, die komt ook voor jullie af. Ja, dat is heel mooi, eigen producten, dat is altijd natuurlijk hartstikke lekker. Verjonging in de eigen partij, Paul, hebben jullie er ook op ingestoken? Want een van de commentaren is, ja, die jeugd heeft niks met de politiek. Ik denk ook dat we daar drastisch in moeten verjongen. Want ik heb even gekeken, ik weet niet of dat we dat hier in de zaal weten. De gemiddelde leeftijd van de lijsttrekkers in Asten. Enig idee? Ik denk 62. Het is, ik heb het vanmorgen in ieder geval uitgerekend, 60,5. Dus de leeftijd is erg hoog, dus daarmee zou het kunnen dat we de connectie met de jeugd verliezen. Hebben jullie daar bewust op gestuurd, Paul, om te verjongen? Daar hebben wij ook zeer zeker serieus naar gekeken. Daar hebben we ook een paar jonge heuse kandidaten, Jeffrey van Kessel, Sjoerd de Kort, Jaap Vlieshout uit Ommel. En ook daar zijn we bezig om de jongens voor te bereiden op het toekomstig, wat mij betreft, raadslidmaatschap. En ik denk, als we over 4 jaar kunnen zeggen, we hebben 2 heuse raadsleden in ons midden en 1 onderste en misschien nog zelfs 3 assen, daar gaan we voor. En dat moet ook een goede weergave zijn van onze assengemeenschap. Theo, de eerste uitslag vanuit Ommel, in principe jouw locatie. Tevreden met de uitslag van het CDA? Nou, we hebben een klein beetje verloren, nou, dat vind ik altijd jammer natuurlijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, we zijn nog ver uit de grootste partij in Ommel. Precies, ik zag wel, want sommigen die hadden al het idee dat wij hier expres lang wachten, want het had lang geduurd voordat jullie bijna hier stond. Maar er was geen actie van het CDA, er was andere oorzaken in ieder geval waarom het zo lang geduurd had. Want er werd al heel schertsend geroepen, is dit een nieuwe samenstelling, maar zonder CDA dat lukt niet, Theo, hè? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het CDA toch een partij is die nu in ieder geval de grootste is. We hopen vanavond ook de grootste te blijven. Wij hebben het tij landelijk niet mee, maar we zien ook aan de uitslagen landelijk dat dat wel invloed heeft. Ik hoop dat hij in Asten minder invloed heeft. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan om goede kandidaten op goede plekken te krijgen. We hebben een flink campagne gevoerd. We zijn daar eigenlijk in 2013, het voorjaar, al mee begonnen. En ik denk dat we er ook in geslaagd zijn om een aantal jonge mensen op echt verkiesbare plaatsen te krijgen, waardoor we ook in ieder geval al voorbereid zijn op de toekomst. Dus als we vanavond een tikje minder doen, dan ga ik ervan uit dat we de volgende keer weer echt flink aan de weg timmeren. Omdat we gewoon nieuwe jonge mensen hebben die heel enthousiast zijn en het CDA weer op de kaart zetten. En
Ik hoop dat het landelijk ook weer gebeurt, dan hebben wij die wint ook weer mee. Precies, ja, je zei al een tikje minder goed. De uitslag onder is misschien iets anders dan andere jaren, maar dat wil nog helemaal niks zeggen. Het is pas één stemlokaal wat binnen is. De Sint-Pieterschool heeft daar ook een partij gespeeld voor jullie als partij. En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Dat is hetzelfde als de vraag van heeft de campagne, heeft hij iets opgeleverd? Je weet het niet, ik kan niet in die hoofden van die mensen kijken als ze hun keuze bepalen. Het is natuurlijk wel een heel actueel onderwerp geweest in Omroep. Maar de politiek van Asten die heeft eigenlijk unaniem gezegd in de commissievergadering toen Omroep aanwezig was. Van wij steunen Omroep en wij vinden dat een kern als Omroep een school moet blijven houden. En daar staat het CDA 100% achter, maar volgens mij alle andere partijen ook. Dus ik weet niet zeker, ik geloof niet dat het dan echt een rol speelt. Nee, precies. Nee, dat speelt in ieder geval voor de hele gemeente Asten. Ik zag hier jullie programma nog staan. Wij gaan samenwerken met de peelgemeentes. En daar zou dan een bezuiniging ook moeten leveren van 10%. Hoe moet ik die zien? Nou, samenwerken met peelgemeentes levert bezuiniging op. Levert ook een stukje minder kwetsbaarheid op. We zijn toch een kleine gemeente intussen, omdat er veel gemeentes in de laatste decennia samengevoegd zijn. Maar als we ons ambtelijk apparaat met de peelgemeentes samen kunnen voegen voor een groot deel, en dat gaat sowieso gebeuren met alle WMO-taken, maar ook nog een aantal andere zaken, dat betekent gewoon dat je minder ambtenaren nodig hebt om het zelf te doen. Heel veel zaken die van Den Haag komen, daar moet je beleid van maken. Dan kun je met 6 gemeentes ieder apart doen. Je kunt ook zeggen, nou, 1 ambtenaar trekt het en dan heb je daar echt baat bij. Nee, je moet veel minder uren hoeft te maken om de beleidswijziging voor te brengen. En dan moet het wel zo blijven dat het laatste stukje couleur lokaal blijft en onze assen ambtenaar nog eens een keer kind voor hen kijken, maar dan hoeft hij daar nog heel weinig uren aan te besteden. Goed, dames en heren, Ronald Meniers namens PGA, PvdA hier naast mij. Ronald, afgelopen zaterdag nog een woord aan het uitdelen, maar vandaag de verkiezingen. Ja, inderdaad. Wij doen elk jaar zaterdags voor de verkiezingen doen we al met Canvas. Canvas is ook gelinkt in principe aan de PvdA. En wij gaan altijd de nodige huizen in Asten aan. Afgelopen zaterdag meer dan 2000 woningen in Asten benaderd. Helemaal mooi, ja. Die van ons staat wel keurig in het water, dus ja. Nog te pronken. Helemaal, helemaal mooi, dus... Ja, is kwaliteit wel weer. Ja, gelukkig wel, maar in ieder geval. Als wij gaan kijken, Holland, want ik zag in de prognoses in het Eindhovens Dagblad, jullie zeggen wij hebben 3 zetels en wij gaan ook voor 3. Geen ambitie om te groeien? Ambitie om te groeien hebben we eigenlijk altijd. Dus, maar je moet ook realistisch zijn. Dus, we zijn progressieve regering Asten, maar we hebben ook de Partij van de Arbeid. Wij sluiten die twee partijen samen dus in één partij. En dat betekent gewoon een handig gezin waar we daar samen met de VVD. Dus dat heeft kan gevolgen. Ja, precies, een stukje realiteit gewoon te zeggen, want als wij 3 zetels houden, dan zijn we eigenlijk dik tevreden. Ja, als wij dat betreft 3 zetels vast weten te houden, dan ben ik. Ik zag in jullie vlonder staan, als jullie een wethouder zo mogen leveren, dan hebben jullie Marcel van Oosterhout een bewuste keuze. Ja, wij zijn altijd op zoek naar een wethouderskandidaat om een keer een frisse wind te laten waaien in Assen. Dus we hebben in Marcel van Oosterhout deze gevonden. Als jullie zeg maar in het plus terecht zouden komen, Ronald, welk punt vanuit jullie programma zou dan prominent op de agenda gaan komen? Sociale partij en de mensen die ernaast staan, die is altijd voor. Dus PGAP ernaast staat altijd voor. De mensen staan voor. Dus in dit geval, dat mensen gaan voor ondersteuning, jeugdzorg, al de dergelijke decentralisaties staan bij ons voor nummer 1. Hartstikke goed. Dus ik zag ook dat jullie in jullie programma hebben staan, wij zijn nogal kritisch als we het hebben over het vestigingsbeleid van agrarische bedrijven. Welke gedachtegang zit daar achter? Omdat wij in principe kijken op een kritische manier naar de agrarische bedrijven, hebben we binnen Asten en dan met name in Heusden, Zomen, Deurne te maken met fijnstofproblematiek. Een van de oorzaken daarvan zijn agrarische bedrijven en dan zeggen we stop daar eens even mee met al die uitbreidingen en zorg eerst voor het geld dat we goed geregeld en georganiseerd zodat de volksgezondheid, die staat in ons voorop, ja, gegarandeerd is. Heeft dat een effect ook hier in Asten? Ik denk
denk dat het ongetwijfeld een effect hier in Oost heeft. Er komt vanmiddag op het centrum ook wel een beetje merken. De lokalen zijn de grote winnaars, dus ik kan de beide Sjoek, van Bussel en Jacques Huismans van harte feliciteren. Ze hebben het geweldig gedaan. Precies. Jij hebt een overzicht al over het totaal of heb je het namens jouw eigen stem begonnen? Nee, ik heb het niet in het totaal. Ik heb het wel van Polderom waar ik gezeten heb. Ja. Ja, en dat is echt toch wel een beetje schrikken als je ziet dat 4 jaar geleden 685 mensen zijn komen stemmen, dat het nu 955 is. Oké. En nogmaals, je merkte dat de sfeer, het is lokaal. Ja, en welk stembureau was het Tom, waar je ziet? De Polderhok, helemaal achter tegen de bossen. Ik moet zeggen, Tom, wat mij opviel, want ik heb uiteraard alle vondels doorgelezen. Ik vind wel dat de VVD stevig aan het verjongen is, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is correct. Dat is ook waar wij best trots op zijn. Afgelopen 4 jaar hebben we de partij in de regio nieuw leven ingeblazen. Ja. We hebben veel jonge mensen gekregen, maar schijnbaar hebben we toch nog niet voldoende tot de verbeelding gesproken. Dus ik denk dat we positief moeten zijn. En met die jonge mensen zijn over 4 jaar midden 20. Ja. Dus dan gaan we opnieuw de strijd aan, hè. Zo simpel werkt dat. Absoluut, nee, het is een investering in de tijd. Zo moet je het inderdaad zien. En een goede politicus laat zich door één uitslag zeker niet uit het veld slaan. Dus gewoon blijven doorgaan. Welk punt, Ton, staat prominent op jullie lijst? Als je zegt van, stel dat we dadelijk mee zouden kunnen regeren, dan hebben we één specifiek punt waar we absoluut over de bühne willen brengen de komende 4 jaar. Ja, ik denk dat dat gewoon heel erg lastig wordt. Ik bedoel, iedereen die heeft ons verkiezingsprogramma gelezen, ja, en de VVD, en dat hebben we ook een aantal jaren achter getoond. We zijn constructief hier in Assen. Ja. En als je het landelijk bekijkt, dan is het streven van de VVD altijd om met minimaal de OZB naar beneden te brengen. En dat zullen we dan ook hier nog steeds gaan proberen. Al blijven we misschien maar met 1 zetel over. Maar ik hoop toch ergens dat die restzetel nog een beetje goed uitvalt. Ja. Maar ja, you never know. Ja, dan welkom hier op het podium in het gemeenschapshuis. Hoe is jullie campagne verder verlopen? Nou, onze campagne is goed verlopen. Ja. Wij zijn partij begonnen. Al heel vroeg met ons verkiezingsprogramma hadden we in juni al klaar. En wij hebben ondertussen ook gezorgd dat we goed versterkt zijn in de breedte. Een aantal jonge nieuwe leden die ook verstand van zaken hebben op alle terreinen die in de komende jaren van belang zijn. Als het gaat dus om het sociale domein. En daar zijn wij heel erg blij mee. En dan denk ik dat wij ook genoeg mensen hebben om straks ons te ondersteunen. Ja, ik zag bij jullie op het programma staan dat jullie burgers proberen te betrekken bij alle vraagstukken in de gemeente. Ja. Hebben jullie daar alle ervaringen mee opgedaan? Nou, we hebben al een paar jaar nog voor. Dat wil zeggen dat niet alle mensen die bij ons mee praten over de stukken in de gemeenteraad. Ja. Dat doen wij digitaal. Dus wij hebben een forum waarop een aantal mensen die graag ons mee willen denken hun mening geven. Ja. En dan kunnen wij dus heel goed ons forum mee doen. Ja, het is wel iets van deze tijd natuurlijk. Ja. Internet, Facebook, noem het maar op. Ja. Het is gemakkelijk om in de korte tijd veel mensen te bereiken. Ja, we hebben ook ontzettend veel twitteraars. Ik ben zelf te laat begonnen. Elke keer zei ze, je moet er ook mee beginnen. Dat heb ik niet gedaan. Maar mijn collega-fractieleden hebben al veel getwitterd. We hebben ook een hele mooie website gekregen met heel veel bezoekers. Ja, dat is iets werkt intussen, absoluut. Ja, wij zijn in ieder geval van overtuigd dat dat de toekomst is. Ja, ik zag één ding en dan moet je mij even helpen. En als ik het goed heb, stond in jullie programma Bart van der Mees. Zou losgekomen moeten worden van de witte file. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat heeft te maken met de monumentale waarde die er op Bart van der Mees zit. Ja. Dat nieuwe stuk wat ertussen is gebouwd. Ja, wij hebben zoiets van, ja, dat is eigenlijk niet mooi. En dat zou mooi zijn als dat weggezet wordt. Dan heb je een mooie doorsteek naar achteren. Oh, oké, okay, dan richting de tuin zou kunnen om het plein weer te verfraaien. Ja. Maar volgens mij is, dan gaat dat ook gebeuren. Dat er plannen zijn die niet. Ja, zoals ik de geluiden hoor, dat doen de lokale partijen het hartstikke goed. Dat hadden jullie ook verwacht? Nou, gehoopt in ieder geval. Verwacht, dat hangt altijd van de dag af. Maar wat we in ieder geval op Polderhok hebben ervaren, is dat er 300 stemmen meer zijn uitgebracht. Okay. En daar waren we heel erg blij mee. En van die 300 hebben we in ieder geval als leverancier 100
Dus het stempel waar ik dus vandaag was voor ons een goede plek. Dat klinkt in ieder geval positief, ja. Want landelijk wordt geroepen, de interesse in de lokale politiek is niet zo groot. Ja. Maar op jouw stem. Was dat heel erg goede opkomst. En ik denk, ja, het was ook mooi weer. Dus er waren ook echt best wel veel mensen die slechter been waren. En die hadden allemaal de moeite genomen om te komen. En als het slechter weer is, ja, dan is het natuurlijk best gevaarlijk als je slechter been bent om die reis te maken. Dus ik denk dat het ook klopt. Ja, gelukkig. Ik ben wel benieuwd in ieder geval hoe we straks in zijn totaliteit in Asten gescoord hebben. Ja, wij ook. Dus dit biedt in ieder geval positieve hoop.